Ik heb een viral snackje gemaakt. Hey zus. Ik zei weer slecht. Ah, ik heb echt gemist. Heerlijk. Ik wil bij mijn neus. Ja. Ik ben echt zo trots. Ik wist echt niet dat dit kon. Even een hapje. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en mijn maandag begint echt heel goed. Want ik zit bij Bar Maeve in de Praat. We hebben dus een shoot dat alle gerechten op beeld komen door mevrouw Cecile Koekhoven. En het vervelende is dat ja, al die gerechten toch ook een keer gegeten moeten worden. Dus daar zijn Floor en ik voor ingeschakeld. Wij gaan alleen even proeven. Nou, ik ga er een TikTok van maken. Dus als je wil weten wat wij van alles vinden, moet je even TikTok checken. Kijk hoor. Shootings, shootings. Maar hoe ken je haar dan? Ja, cute. Zag je geen onderkin? Die haal ik wel weg, schat. Ik heb hem niet gekut. Hakt. Nou, ik heb net lekker gesport en heerlijke leg day gepompt. En ik ben net even bij Joy Festival terrein geweest. Omdat Isabella haar tas was kwijtgeraakt. En die was gewoon weer gevonden. Ze had gewoon 140 euro cash in, de pasjes. En iemand heeft het gewoon afgegeven. Echt, nou, super, super blij omdat de mensheid, zeg maar, nog bestaat. Of de goede mensen. Dus ja, ik ben moest werken, dus ik dacht ik haal het even op en anders moest zij natuurlijk helemaal komen. Dan raar en ik woon echt letterlijk ernaast, dus dat is helemaal fijn. Goedemorgen maat, het is vandaag dinsdagochtend. Ik heb me lekker gedoucht, even klaargemaakt en we gaan in een ijsbad. Daarna gaan we sporten en daarna ga ik laseren. Ik heb heel lang een lasertraject gedaan, maar het is tijd om het weer op te pakken, want het is nog echt niet weg. Ik heb nu volgens mij 7 behandelingen gehad. En ze raden sowieso altijd wel 12 behandelingen aan of zo. Dus nou, helemaal leuk. Dus ik ga er nu vandoor. Nou, we zijn weer bij Renaissance voor de ijsbad. Eigenlijk zijn we weer slecht. Ja, ik heb echt gemist. Dat was 2 weken geleden. Ja, ik ook wel eens lekker vakantie. Ja. Ook niet verkeerd. Ook Hey. Oké, nou hij staat weer lekker klaar. Brok ijs. Ja, zo brok. Ja, dit moet je even naar voren duwen, want anders word je helemaal naar. Ja, dus doe ik ook altijd een beetje zo. Skut, ik zit die school. Ja, en dat gebeurt ook gewoon elke keer. Dat is een monster. Nou guys, het is inmiddels avond. Ik heb weer even mijn viral snackje gemaakt. Ik weet niet of jullie het gemist hebben of niet, maar zoals Monica had mijn snack geplaatst. Echt fucking leuk. Zijn soort crab, surimi, salade, noedels, vibe, ja. Het is echt heel lekker. Ik heb er nu komkommer en wortel door gedaan. Het is echt super lekker. Check mijn TikTok voor het recept, want je mist echt wat als je die maakt. Het erg is echt, elke dag zou kunnen eten. Heb ik afgelopen week ook wel gedaan. Dan heb ik nog een snack. Maar het zijn allemaal best wel kleine healthy snacks. Dit heb ik dus van Coco. Coco's Food Dietist heeft altijd super veel leuke tips. Het zijn gewoon tomaatjes, basilicum, azijn, peperzout en knoflookpoeder. En je zou denken, mwah, saai. Zo lekker. Het smaakt zo goed. Vooral echt die knoflookpoeder maakt hem echt. Gewoon deze hele bol naar achter gewerkt. Het zo lekker is. Ik ga even de situatie hier opruimen. En dan een serietje aanzetten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb net een TikTok geëdit. Echt een hele leuke TikTok van maandag toen we naar dat restaurant waren gegaan. Ik had echt een half uur aan beeldmateriaal dat we al dat eten aan het eten waren. We hadden natuurlijk een hele menukaart op. Wat gebeurt er met mijn haar? En ik heb het daar 4 minuten weten te krijgen. Dat is echt de magic trick. TikTok heb je zoveel beeldmateriaal. Ga dat maar even in 4 minuten krijgen. Nou. Ja, I did it. Hij is nu aan het laden. Ik moet nog even captions eronder zetten, muziekje erachter. En ga ik hem plaatsen, echt superleuk. En vandaag ga ik thuis een beetje werken. Om 3 uur heb ik een ijsbad met Bo. En daarna gaan we weer een Hyrux personal training doen. En vanavond ga ik heel leuk uit eten bij Ken Sushi. Oh,
my god. Zoveel zin. Ik heb hier zoveel verhalen over gehoord. En ik ben er gewoon nog nooit geweest. Nou, als jullie wellicht wat door hebben, ben ik natuurlijk helemaal ziek in mijn sportjourney. Alles wat erbij helpt. Ik ga natuurlijk mee naar een Hyrox. Wat vooral heel belangrijk is met sporten, maar eigenlijk altijd, ook als je niet sport, is natuurlijk om goed gehydrateerd te blijven. Veel water drinken kan heel saai zijn. Ook een beetje smaakloos. En iets wat daarbij helpt, dus ter ondersteuning, zijn elektrolyten. Elektrolyten zitten ook vaak in sportdrank. Als je dit één keer per dag voor, tijdens of na het sporten neemt, behoud je dus beter je vocht. Ben je gewoon meer gehydrateerd door de dag heen. Iets wat ik eigenlijk al jaren gebruik, zijn die van Waterdrop. Dit zijn dus de microliet. Je hebt ook gewoon dus normale met een smaakje met vitamine. Je hebt ook met natuurlijke cafeïne, dus als een soort pre-workout. Maar je hebt dus ook met elektrolyten. Ik heb in de smaak meloen, blueberry en berry. Wat hier dus gewoon heel top aan is, is dat ze zero sugar hebben. Heel veel elektrolyten op de markt hebben heel veel suikers. Zoals die van sportdrank bijvoorbeeld. Waterdrop heeft dat dus niet. En daardoor vind ik het heel fijn. Ik neem dit vaak lekker thuis met training. Drinkt ook lekker weg. Ja, het helpt dus ook. Ik weet niet of het zo is, maar ik heb het gevoel dat ik er minder hoofdpijn van krijg. Omdat je dus gewoon beter je vocht kan reguleren in je lichaam als normaal. Dus ja, ik vind het echt een uitvinding. Je kan met 10% korting shoppen met Sarah 10. Linkje staat in de beschrijving. Kan je het even uitchecken. Ja, en uitproberen of het voor je is. Want ja, ik vind het zelf echt heel top. Ik vind deze van Waterdrop echt super fijn. Je kan het overal mee naartoe nemen. Omdat het echt gewoon een heel klein handig verpakkingtje is. Ik heb altijd een bakje in mijn sporttas zitten. Maar ik nam het bijvoorbeeld ook mee op vakantie naar Bali of zo. Daar is ook goed om gewoon goed gehydrateerd te blijven. Wil je niet ziek worden en zo. Dus ik zou zeggen, check de link in de beschrijving en probeer het uit. Want ik vind dat het mij wel echt wel heel erg helpt. Nu ik het vaak ook regelmatig neem. Vooral met de hardlopen ook en Hyrox in zicht. Nou, het ijsbad zit er weer op. Ja, dat is echt weer top. Heerlijk, maar ik heb nu alweer snikhees. Ja. En nu gaan we dus weer lekker sporten. Personal training. Nou guys, wij zijn echt bij zo leuk. Ik ben hier nog nooit geweest en ik wil er echt zo lang heen. Dus ik ben echt heel blij mee. Fun fact about this one, if you chew a little bit more on this one, you may be able to... Is het lekker? Super lekker. Zijn van hen? Ja. Dat zie je wel. Heb ik dat even gemist, denk ik? Ja. Tonijn. Ja. Ook altijd lekker, ja, tonijn. Doe je dit al lang? Ik doe dit nu een half jaar. Oh, wat leuk. Ja. Lijkt me echt zo leuk om te doen. Zo leuk om te doen. Je bent niet aan het werk. Nee. Ja. Ja. Oei, dat is mijn film. Zo lekker, man. Hebben jullie lekker sashimi? Dit kon je niet eten, toch? Een staart? Nee. Zo lekker. Ik vind dit echt een lekkere soort sushi, wel. Ik vind het lekkerder dan met allemaal van die sauzen. Broer, wat vind je lekker? Deze sushi allemaal, dat vind ik lekker. Ik vind het echt zo veel lekkerder. Dus door de vis. Ja, want die vis is zo goed. En heel lekker. Niet te veel poespas bij zich. Nee, het heeft helemaal niks nodig eigenlijk. Niet te veel poespas. En weet je wat ook chill is? Je moet zeg maar vooraf aan soort al het eten betalen. Dus het voelt gewoon als gratis. Nee, zo werkt dat niet helemaal. Girl mad. We sluiten af met een toetje. Ja. Ziet er ook chill uit. Ik ga zo zitten met rijst. Ja. Alleen die... Dat zou ik er niet op verwachten. Nee, maar dat is nee, maar het smaakt lekker. Een beetje hartig met, ja. Met ja. Zoet. Maar werkt een combinatie. Ja. Ja, wel lekker. Ja, doe. Goedemorgen. Het is donderdag. Ik ga lekker sporten. Gisteren Ken's sushi was echt geweldig. Het was zo fucking leuk. Echt niet normaal. Ik vond het echt geweldig. Ik ga nu lekker sporten met Amee gezellig. De Hyrox Labs. En ik heb echt fucking veel spierpijn de afgelopen dagen. Dus het gaat echt wat worden. Ik heb net heerlijk lekker gesport. Deze sport BH is van My Protein. Kijk hoe leuk die is. I love it. Ik ga nu even snel douchen. Dan heb ik een call. En dan ga ik even lunch maken. Ik hoop dat het eigenlijk nog leuk... Oh, zwaar.
eigenlijk voor die... Nee, ik ga even snel douchen, want dit is echt heel goor. Dan vanmiddag ga ik naar mijn broer, gezellig. En daar ook avondeten. Hallo allemaal, het is over vrijdag. En ik ga vandaag lekker een dagje naar het strand. Het stand, ik heb hier al mijn spullen gepakt. Zo, vanochtend 5 kilometer gerend in het Vondelpark. En ik heb er 26,5 minuten over gedaan. Of nee, 26 minuten en 40 seconden. Dus heel blij mee. Gaat echt goede kant op. Pace van 5 minuten en 20 seconden. Dus 5 minuten en 20 seconden per kilometer. Dus ja, gaat echt de goede kant op. Zeker, zeker, zeker. Ja, ik ben nu bijna bij mijn auto. En ga lekker naar het strand. Ook al is het echt fucking bewolkt. Maar als het goed is, trekt het nog een beetje open. Hoop ik dan. Daar gaan we. Kijk, het is helemaal een soort mistig. Nou, dat weer had ik niet besteld. Nou jongens, we zitten lekker op het strand. Het is zo fucking relaxed. Het valt ook me echt mee met hoe druk het is. Ik had echt verwacht dat het drukker zou zijn. We hebben eerst even lekker op het strand gelegen. Nu zitten we weer lekker van die stoeltjes. Lekker drankje erbij. Heerlijk. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. 9 uur en Stan en ik zijn onderweg naar Renaissance. Gaan we lekker in de sauna en daarna in naar cryotherapie doen. En dan ga je dus in de vriezer. Dat hebben we wel eens gedaan, dus wel leuk. Ja, hey! Woe! Yeah. Oh yeah! Kennen jullie Deel nog? Ja, kennen jullie Deel nog? Lang geleden. Ik heb de hele dag gevaren. Deel. Oh man, Deel, wat je doet. Nee, het lukt hem gewoon niet. Hij kan het gewoon echt niet. We hebben gegeten bij de leukste tent van heel Nieuwkoop. Plein 21. En zo naar jou. Ga je dit ook echt in? Ja, tuurlijk. Kom even ook een kakelen. Ik zit ook beter te eten dan naar mezelf te kijken. Voor die kakelen zo. Zo even nog een app. Kan je kakelen bij je trekken en zo. Facetune. Kijk Linda. Oh ja, ik heb hem gisteren een Facetune app gehad. En? Deel? Kom je daar nu pas achter? Maar ik gebruik dat niet heel veel, hè. Niet heel veel. Nee, ik heb precies gezegd wat ik doe. Ja. Haarvolume. Ik weet toch hoe je in het echt uitziet. Nee, maar Rob, kom je daar serieus nu pas achter dat mensen Facetune gebruiken? Wat gebruiken? Facetune. Zo? Oh, ik kom niet. Wist je dat niet? Nou, dan ga je hoop bewerken. Ja, dat is echt, zou je echt niet normaal. Nee, neem even je shotje, man. Okay. Vooral bij mijn neus. Ja. Juist. Hier ook. Oh, dan ga je op mij. Jij kan ik hield toch een beetje over voor nog een beetje voor een dag. Ja, dat doe ik toch ook? Ja, oké. Oké, ik heb echt het lekkerste eten ooit op. Kijk eens. Een broodje poelt. Ja, nee, niet een broodje. Een frietje poelt pork. Kijk, kom met een single like. Na 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 na. Ja, dus dat. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Bo en ik gaan lekker hardlopen in Noordwijk. Het is ook echt 8:30. Wij gaan lekker hardlopen op onze zondag. Waarom niet? Schat, je tepel, je tepel. Huh? Hallo. Oh. Hey zus. Hey zusje. Wij gaan lekker hardlopen, dus joehoe. Ja, heb ik ook vlogs? Volgens mij wel. We hebben net hard gelopen. Echt, holy shit. We hebben gewoon 1,5 uur hard gelopen. 14 kilometer. We hebben niet gekeken naar de kilometers. We gingen gewoon 1,5 uur op een easy pace. Dus we hebben ongeveer 6 minuten 30 per kilometer gerend. We hebben gewoon het vol te kunnen houden. Het was echt zo fucking leuk. Het was echt zo van. Ik ben echt zo trots. Ik wist echt niet dat ik dit kon. Echt niet normaal blij. Nu 10:45. Nee. Heel erg te goed. Super leuk. Het begon ook keihard te regenen op het eind. Maar het was helemaal fijn. En ik ga nu snel douchen, omkleden en even wat eten. Want ik kan dat wel gebruiken. Oké, nou jongens. Wij hebben even lekker inkopen gedaan. En ik heb nu een heel lekker handrolletje. Ik zag die sushi tent. Toen dacht ik, oh. Dat is allemaal iets spicy. Misschien is het wel samen met mij ook. Maar één zo'n rol is ook gewoon €5,50. Oh, voel ik nog mee. Ja? Ik ga niet mee voor de 5,50. Ja, dat weer 15 euro. Ja. Oh, kijk wat een cutie. Dat is een minietje.
Nou, ik was blijer dan jij. Nou, we hebben echt zo'n heerlijke, geweldige dag. Het is niet normaal. Zijn ze samen? Ik ga echt heel rustig. Ja, ik ga heel rustig. Ja. Je staat niet op de lijst. Maar ze nee, dat wil ik zeggen. Hij was 55, maar op die ding stond 4,50. De kaart. Ja, je hebt 2,50. Nee, ik heb alleen zo gevraagd. Maar ja joh, weet je, ik ga niet moeilijk doen om een euro. Ik gun het haar. Dat is wel heel aardig. Dat was wel echt cute. We kwamen aan, ze gooide gelijk Mina Lopdem. Ja. Ze ging gelijk de muziek aanpoppen. Echt hè? Lekker een schatje, hè? Nee. Een beetje raar. Even een hapje. Zo, het ziet er heel lekker uit. Mmm. Zo, ja. Sta maar bij. Zo lekkere zondag. Ja. Niet lekker om 8 uur al lekker hard gelopen. Ja. Echt geweldig. I love it. Nu wil ik maar uit. Die man die achter me rijdt, die denkt ook. Wat doe je? Jij. Heel erg vast. Ja. Nou, we hebben echt een heerlijke zondag. We hebben net even boodschapjes gedaan. Ik heb verder van mijn oma boven naar opa. Dat is ook heel toevallig. Ja, dat is ook weer heel toevallig. Lekker schat. We hebben ons ook wel zin in een hapje. Dat sushi wel was. Met rijst gewoon. Ja. Ik zou het. Ja, want we hebben net koffie zitten koffen. Zoet, zuur, smakeloos. Ja, we hebben koffie afgehaald, ijskoffie. We waren een beetje moe geworden. Maar dit was slecht. Ik werd daar zo misselijk van. Maar ik had vanochtend een koffie op. Toen pre-workout. Hoeveel koffie? Het valt veel koffie in. Hele scoop. Toen weer een koffie. Maar ik voel me wel beter, zeg maar, qua energielevel. Nee, ja, dat wel. Ik heb wel, als ik mijn ogen zo dit denk ik wel. Ja. Maar het voelt gewoon wat van geen lange. Goeiedag. Nee. De hele week ben ik vroeg opgestaan. Ja. Ik heb gewoon één keer goed kunnen stukken. Heb het uitstaan tot 9 uur? Ja, gewoon niet tot 9. Ik heb alleen maar 7:30 Gewoon één keer tot 9 uitgaan. Vanochtend 6:30 Ja. Maar dat ging Sander uit dan? 7:00 En hij moet om? 10:00 op de zaak. Nee, 8:00 Oké, zondag 8:00 Nee. Maar hij gaat nu omdat. Wauw. We gaan gewoon eerder nu. Nou, dan 8:00 Zo gaat hij eerder. 9:00 Maar wat hij ook na. De macaron is gezien. Oh ja. Voor een jumbo. 4,50. 4,50? 10 macarons. Nou, hoe leuk. Dat is wel leuk video. Met echt aardbei, salt, caramel. Ja, dat heb ik even voor mijn oma gekocht. En ik heb bonbons. Die waren echt 12 euro. Ik dacht gewoon even bonbonnetjes 6 euro of zo. Maar nou, toch nee. Toch leuk voor mijn oma. Wel heeft een lekker fles wijn. Die dacht ook. Lekker 9 euro was hij 18 euro. Happy die peppy. Happy New Year. Jongens, dit was alweer de week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet bij het sporten een blauw duimpje omhoog te geven. Mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!